is een van de beste zangeressen waarmee ik heb mogen samenspelen in mijn muziekcarrière. Wat maakt haar zo'n goede zangeres? Nou, je ziet bij haar de beleving altijd in haar zang. Het is nooit gemaakt. Het is, of je nou in de oefenruimte staat of op een podium waarin ik beide heb gestaan met Lisa. En ze geeft altijd 110%. En dat sleept de hele boel mee. En dat is erg inspirerend om daarmee samen te mogen spelen. Olivia, klein meisje, met je brede, onbevooroordeelde lach. Olivia, klein meisje, oh, dit wordt een hele mooie dag. Dit gaat hem niet worden. Dat wordt nog een verrassing. Nee, het nummer voor het Songfestival, dat heet De Crisis is voorbij. En dat gaan we nog niet uitbrengen natuurlijk. Waarom wil je meedoen? Wat lijkt je zo te gek eraan? Ik kom echt uit een mega gesloten nest. En muziek is voor mij eigenlijk jarenlang een medium geweest om geoorloofd mijn emoties te uiten. En als het straks om jou draait, lieve schat, kan iemand om jou glimlachen. En op het podium merk je dus door de reactie van het publiek dat iedereen die emoties heeft en deelt en dat het juist fijn is om daar open over te zijn. En ja, dat is voor mijzelf persoonlijk best wel een struggle. En ik vind het nummer zo gaaf, ik vind het zo goed nummer met een mooie boodschap, dat ik dat vanuit mijn diepste zelf graag wil delen met zoveel mogelijk mensen. Het is een behoorlijke ambitie, hè, het Songfestival. Ja, precies. Maar go big or go home, zeggen ze, geloof ik. Ik vind het wel mooi. Nou, als je meedoet aan een wedstrijd, dan is de mindset in mijn ogen altijd winnen. Maar voor mijn gevoel zou ik al gewonnen hebben als ik mee zou mogen doen. Wees niet bang voor je eigen effect. Zoals je bent, ben je altijd.